de tweede doos is binnen. De tweede doos is binnengekomen van Ruiterhart. Dus dit is de aanvulling op de vorige unboxing. Dus ik heb de doos hier voor me. En dan kunnen we samen weer gaan kijken wat er allemaal in zit. Nou, daar gaat hij. Mes erbij. Zo. Ja, jullie kunnen niet helemaal zien hoe de plakband doorsnijdt, maar ik denk dat dat weinig interessant is. Ik maak hem verder even open. Zo, kunnen jullie het zien? Helemaal vol weer. Dus we gaan het uitpakken. Om te beginnen hebben we een single. Dat is best wel heel handig bij een stapel. Oeh, die zijn cool. Ik zal ze even uithalen. Kijk. Voor ons testzaadje zijn dit prachtige chips. Ik vind ze echt cool. Ik zal het dichterbij houden. Ze zijn van Tuff. En ja, natuurlijk super gaaf paars, maar dat komt. Er zit nog wat bij. Gevonden. Tadaa! Daar staat hij broek. Kijk, hoe gaaf is deze dan? Voor dat kleine meisje van me. En dan met deze chips erbij. Ik vind het helemaal cool. Oh, kijk nou dan. Dit wist ik niet dat het erin zat. Dan komt ie. Ta-da-da. Ik ga hem even dichtbij houden. Kijk dan. Kun je het zien? Ja, vast wel. Halster. En niet zomaar een halster. Echt, dit is super zacht. En dit is super glitterend roze. Ik ga hier een apart video van maken. Daar ontkomen jullie gewoon niet aan of je hem wil of niet. Hier ga ik een video van maken. Die is gaaf. Hij is van Bussen. En binnenkort dus meer over dit halster. Stukje voor het bed. Als je een hoofdstel om hebt en je bent aan het logeren, dan is het makkelijk om zo'n tussenstukje te hebben. Glansborstel. Borstel. Ja, dit ziet er eigenlijk gewoon uit als de borstels die ik vroeger had voor mijn eigen haar. Maar dit is dan voor een paard. Een bit. Heel handig bij een halster. Ja, dit heb ik echt gemist. Dit zijn laarzentrekkers. Ik doe het nu gewoon met mijn sokken. Ik trek mijn ene laars natuurlijk met mijn andere laars uit. En dan vervolgens de rest met mijn sokken. Je kunt je voorstellen hoe mijn sokken er momenteel uitzien. Ik heb er ook twee. Eén voor op de meneesje en één voor de. Nou ja, als je aan een paard begint, heb je natuurlijk never nooit niet genoeg aan één rijbroek. Alle reden dus om nog een rijbroek te kopen. Deze is van mij. Ik zal hem ook even uitpakken. Met hanger. Daar ben ik altijd heel blij mee. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar en ik zal het dichterbij houden. Hij is zwart. En dan. Oeh, even kijken of je dat kan zien hoor. Nu zitten er mooie bloempjes op. Ja. Kijk, hij is van. Hij is van ELT Riding Breech Mercure. Gewoon te krijgen bij Ruiterhart hoor. Online, geen probleem. Heb je hem zo in huis. Ja, dit ben ik ook heel, heel blij mee. Ta-da-da-da. Hij is best groot, hè? Zo. De poetskist. Ik zal hem even openmaken. Ik ken ook een slot op, dat is ook wel handig. Ik wil niet zeggen dat het gestolen wordt, maar is toch wel handig. Zo. Bakjes erin. Er zit zelfs een rekje in, daar ben ik ook blij mee. Dus die kan eruit. Komt dit er ook uit? Ja. Dus die kan ik aan twee kanten, kan ik dit er nog inzetten. We hebben hier nog iets heel spannends. Ik weet niet wat het is. Kijk hoor. Oh, dat is een mes. Ah. Aluspray. Ja, dit is handig. Waarom is het handig? Als je dan een wondje hebt bij het paard, kan je dit er gewoon overheen spuiten. Het ademt, het beschermt, het ontsmet. Het is gewoon ja, een soort plastospray dat wij normaal gesproken zelf hebben. Maar nu dan voor je paard. Ja, nog een dingetje waar ik heel blij mee ben. Ook van Bussen. Ik ben eigenlijk wel een Bussen-fan. Bussen. Ta, ta, ta. Ta. Ja. Heerlijk voor op stal. Ik heb mensen horen zeggen dat het profiel dan niet goed is voor, om mee te rijden. Ik ga het gewoon proberen, want laat ik eerlijk zijn. Ik reed vroeger altijd op gympies en dat vond ik het meest ideale. En in de winter had ik gewoon een soort dit soort laarzen aan. En dan had ik rijlaarzen en die waren gewoon voor de wedstrijden. En voor de rest had ik ze eigenlijk stiekem nooit aan. Maar goed, tegenwoordig zijn we 20 jaar verder. Dus misschien moet het nu wel of mag het niet meer of wat dan ook. Maar ik vind dit zo lekker. Lekker warm ook. Heerlijk. Dus hier ben ik heel gelukkig mee. Windwaterdicht, alles dicht.
kan er overal mee doorheen en dan spoel je zelf en dan zijn ze weer schoon. Dus dit was de tweede lichting, of de tweede unboxing van alle spullen die ik ga gebruiken voor ons eerste paard. Nogmaals, heb jij nog dingen die er eigenlijk nog wel bij horen? Laat dat dan hieronder achter in de comments. Daar kunnen niet alleen ik, maar ook anderen van leren. Waarschijnlijk in de komende video's gaan jullie erachter komen wat ik dus allemaal vergeten ben. En ik zal daar waarschijnlijk uiteindelijk gewoon één lijst van maken. En mocht jij dan je paard gaan kopen, kan je gewoon de lijst aflopen. Ik denk dat ik het meeste zo wel heb. Ik ga het lekker inpakken. En ik wil Ruiterhart natuurlijk bedanken voor alle mooie spullen weer. We zijn er super blij mee. Kijk vooral even bij hun op de website of in de webshop moet ik eigenlijk zeggen. Kan je al deze spullen gewoon kopen. Online heb je het nou, of de volgende dag in huis of binnen een paar dagen. En is iets niet goed of heb je vragen, kun je ze altijd bellen, mailen. Echt super geweldig. Ik zeg, ga even naar Ruiterhart kijken. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video. Doeg!